Ik ben zuster Salio. Ik ben getrouwd met broeder Salio. En ik weet dat de kerk waar is en hersteld door profeet Jozef Smith. En ik ben door de zendelingen tot de kerk gekomen. En ik ben dan de kerk gaan onderzoeken. Ik heb gebeden ervoor. En dat dit kerk voor mij de juiste is. En na 6 maanden ben ik gedoopt. Ik ben gedoopt in 1992 samen met mijn 2 kinderen. En mijn man is toen nog niet gedoopt, maar hij blijft ook in de kerk komen. We hebben ook voor hem gevast. Totdat na 8 jaren dat we lid waren van de kerk. Toen mijn zoon naar zending wil gaan. Hebben we besloten toch nog harder voor hem te vasten. Zodat hij ook samen met ons als lid zijn. Want mijn zoon zei, ma, ik ga naar zending. Met zijn toestemming of zonder toestemming ga ik naar zending. Toen hebben we met onze 4 zijn we gaan vasten 2 dagen lang. En zo is het gegaan dat de bisschop bij ons is gekomen om toestemming te vragen dat mijn zoon naar zending wil gaan. En die avond was het zo de geest echt daar aanwezig was en hij zegt uit zichzelf dat hij zich wil laten dopen. En zo is het gegaan. Heeft mijn zoon hem gedoopt en hij is naar zending gegaan. En uit die getuigenis wordt het sterker voor mij en ook voor mijn kinderen. En we zijn als gezin één zijn in de kerk. En zo zijn we gaan groeien. Dat we steeds in de geest gaan groeien. En ik heb altijd een droom dat ik eens naar Salt Lake City. En ik weet dat de Heer leeft. En hij verhoort mijn gebed. En hij heeft me naar hier geleid. En na lange tijd hebben we geen contact met de Lewises. Totdat wij besloten waren om naar welke tempel eigenlijk we zouden gaan. Maar Eddie is dan de familie Lewises gaan mailen. Eerst de Severs en dan de familie Lewis. En alles is zo goed gegaan. Ik weet dat de Heer leeft en dat dit kerk hersteld is en dat profeet Jozef Smith zijn profeet is en dat we niet hedendaagse profeet Kirby Hinckley. En ik ben zo gelukkig met mijn gezin dat we allemaal één zijn en dat hij zijn werk hier openbaar en dat ik hier veel liefde en ook liefde met, ik had dit niet verwacht. En in de tempel, zo rustgevend, zo vredegevoelend heb ik. Dit is het werk van de Heer. En ik ben zo dankbaar. En ik weet dat Hij leeft. En dat zijn Zoon Jezus Christus leeft. En dit zijn kerk is. En dat zeg ik alles in de naam van Jezus Christus. Amen.